en het perfecte cadeau. Hallo, jongens. Hoi, mam. Hoi. Was het vandaag leuk op school, Bizu? Ja, reuze. Steek maar over, het is veilig. Huh? Waarom treuzel je, Zoe? Ik vroeg me af waarom mevrouw Solly ze staat te lachen. Nog meer dan normaal. Ja, vanochtend stond ze ook al zo te glimlachen. Hé, hey, daar komt ze aan. Vraag het haar zelf maar. Zoe, Elsie, staan jullie hier nou nog? Je mag al naar huis, hoor. Ja, maar waarom moet u vandaag zo glimlachen? Zelfs nog meer dan anders. Oh, is dat zo? Ik zal het je vertellen. Ik ben morgen jarig. Oh, alvast gefeliciteerd. Ik ben dol op verjaardagen, jullie niet? Cadeautjes. En taart. Ik zou heel graag eens lang op reis willen. Heerlijk op een boot. De wereld rondvaren van tropische vruchten snoepend. Wie weet, ooit eens. Oh, even aan het werk. Die mensen willen oversteken. Tot morgen. Dag. Dag. Een wereldreis is een prachtig verjaardagscadeau. Dat wil iedereen wel krijgen. Elsie! Elsie! Wat is er zo? Weet je wat we zouden moeten doen, Elsie? Mevrouw Solly een leuk cadeautje geven. Wat voor een cadeautje? Geen idee. Maar van jou en mijn spaargeld kunnen we vast iets moois kopen. Wat een super idee, Zoe. Kom naar de tuin toe, zodra je kan. Hallo, Bok. Dat is een hoop spaargeld. Pok, help je mij een cadeautje te zoeken voor mevrouw Solly? Hoi, mam. Sorry, ik heb haast. Wat ga je dan doen, Elsie? Kopen voor mevrouw Solly. Oh, kopen? Is iets moois voor haar maken geen beter idee? Ik heb hem! Ik ook! Oh, nooit genoeg voor een vakantie. Nee. Maar we kunnen vast wel iets bijzonders voor haar vinden. Dat verdient ze. Maar wat dan? Ja, en waar? Het perfecte verjaardagscadeau vinden is altijd lastig. Dat heb ik nou ook altijd met oma. Hoe dan ook, als jullie iets bijzonders zoeken... Heel bijzonder. Nou, dan weet ik geen beter plekje dan de winkel van Tante Zelda. Dat is een super idee, opa. Oh, zal ik met jullie meegaan? 3 vinden meer dan 2. Oh, het is al laat. Kom, dan gaan we. Mevrouw Solly wil heel graag op vakantie. De wereld rondvaren. En tropisch fruit snoepen. Oeh, dat is me nogal wat. We kunnen vast wel iets anders moois vinden. Wauw. Kom je, Zo? Ja, opa. Wat hebben ze hier veel mooie spullen? Iets kiezen lukt ons nooit. Wat we ook kiezen, het moet wel snel. Het is bijna sluitingstijd. En bedankt, meneer. Tot ziens. Oeh. Hoi, Tante Zelda. Oh, Zoe. Elsie. Hallo. Wat leuk om jullie te zien. Ach, en opa is er ook. Oh, hallo.
Welkom, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Zoeken jullie misschien iets speciaals? Ja, iets heel speciaals. Een verjaardagscadeautje van mevrouw Solly, onze klaarover. Oh, nou kijk maar eens rond. Ik heb allerlei speciale dingen. Allemaal geschikt als cadeautje. Ah, kan ik u helpen, mevrouw? Moet je zien! Wat vind je van deze? Die vind ik echt niet mooi. Dat kussen doet pijn aan mijn ogen. opa? Oh, hebben jullie al iets leuks gevonden? Is dit iets bijzonders, opa? Het lijkt er wel op, ja. Maar is het wel een leuk cadeau? Niet echt. Zoek nog maar eventjes verder. Oké, ik kijk hier wel. Dan zoek ik daar. Huh? Ja, Pok. Jij mag ook helpen zoeken. Mooi kommetje, Pok. Maar niet heel bijzonder. Ja, van het meeste is er maar eentje. Phew. Misschien kun je maar beter ergens anders gaan zitten, Pok. Dat is het! Pok, je hebt het gevonden! Elsie, huh? Opa, kom eens kijken! Mevrouw Solly kan niet echt op vakantie de wereld rondvaren. Maar met deze modelboot kan ze fantaseren hoe het zal zijn. Oh, Sue, dat is echt een goed idee! Oh, maar hebben we dan wel genoeg geld? Kom, laten we het tellen. Oh, we hebben niet genoeg. We komen één muntje tekort. Bijna, maar niet helemaal. Hier, dat is mevrouw Solly wel waard, dacht ik zo. Oh, bedankt hoor, opa. Nu hebben we genoeg. Maar waar is hij nou? Oh, een heel goed idee, meneer. En wat een geluk. Ik had er nog maar eentje. Net te laat. Oh, dan moeten jullie toch iets anders uitzoeken. Maar is hier verder niks dat we allebei leuk vinden? Ik had mevrouw Solly dat modelbootje echt supergraag willen geven. Ik weet waar we er nog eentje kunnen vinden. Kom gauw mee. Oh, zat er niks leuks bij? Ah, daar! Ik wist dat ik al eentje had gezien. Hij is niet zo groot als in de winkel van je tante. Maar het is toch een mooi cadeautje. Oh, ik ben bang dat ze al gesloten zijn. We zijn net te laat. Nou, geef niks. We hebben nog steeds tijd om iets te vinden. Maar waar? Alle winkels zijn al dicht, Sue. Als we niks kunnen kopen, Elsie, dan maken we een cadeautje. Oh. Dus jullie gaan toch een cadeautje voor mevrouw Solly maken? Ja. Wat een super idee. Hoe kom je erop? We gaan een modelbootje maken. Bedankt, mam. Oh, dat is een prachtig cadeau. Maar ik mis nog iets. Iets wat het echt heel bijzonder maakt. Hij is nog een beetje te leeg. We moeten er nog iets in stoppen. Wat zei mevrouw Solly ook alweer wat ze wilde doen op haar vakantie? Tropisch fruitsnoepen. Mijn moeder heeft ook nog wel wat. Een mango en een ananas. Zo wordt het een topcadeau. Ja! Ja! Hallo, Sue. Hallo, Elsie. Willen jullie oversteken? Nog niet. Nee? Hoezo niet? Eerst zeggen we nog gefeliciteerd. Voor mij? Oh, lieve, help. Ik had geen cadeautjes verwacht. Een prachtig schip. Met een lading tropisch fruit. Vindt u hem mooi? Iets mooiers had ik niet durven wensen. Dank je, allebei. Nu kunt u zich voorstellen hoe zo'n wereldreis is. Oh ja,
Fantaseren jullie mee? Stel je voor, Brazilië, Afrika, India, Japan. We kunnen varen naar waar ter wereld we maar willen. Zoo en de hoed van Omi. Oh, wat bijzonder, Omi. We zijn allemaal reuze trots op je. Och, ik ben echt niet als enige bij de burgemeester uitgenodigd, hoor, lieverd. Maar jij bent wel het belangrijkst, Omi. Och, helemaal niet, Sue. Er is nou eenmaal niemand die hier al langer woont dan jij. Daarom ben je uitgenodigd. Maar een paar van mijn vriendinnen komen ook. Alle gasten hebben vast mooie nieuwe kleren gekocht voor zo'n bijzonder bezoek. Mijn blauwe jurk en mijn hoed met de veren zijn prima genoeg. Die hoed is al best wel versleten. Koop toch fijn een nieuwe, Omi. Je wilt er toch goed uitzien? Ga lekker mee shoppen. Kom op. Koop een nieuwe hoed, Omi. Koop een nieuwe hoed. Och, nou als jullie het zeggen, dan... Moet je mijn houten vliegtuig zien? Wee! Oh nee. Kijken of mijn papieren vliegtuigje langer vliegt. Wee! Dat was ook niet heel erg goed. Ze kwamen allebei niet zo ver. Maar de mijne kwam een klein stukje verder. Wat voor soort vliegtuig zou wel langer vliegen? Oh, je zou veren kunnen proberen. Hallo, Pok. Als het werkt bij vogels, zal het wel goed zijn. Er liggen hier vast wel veren. Ik kijk tussen de struiken. Ik ga bij mij thuis veren zoeken. Ik ook. Heb je een hoed gekocht, Omi? Och, zeker, lieverd. Een prachtige nieuwe hoed. Die oude veerhoed, die heb ik niet meer nodig. Dat is over. Aha, Omi's oude hoed. Die heeft ze helemaal niet meer nodig, zei ze. Mooi zo. Ik heb maar een paar veren. Ik kon geen veren vinden, maar ik heb wel dit grote blad gevonden. Dat was echt stom. Geef niks hoor. Ik heb er genoeg voor ons drieën. Tada! Ik heb echt heel veel veren gevonden. Wauw! Genoeg voor wel 20 vliegtuigen. Snel de lucht in. Als je de veren goed afstelt, zal hij het mooiste opstijgen. Is het zo goed, opa? Haha, perfect, Sue. En mijne? Oeh, goed gedaan, Elsie. Klaar. Uitstekend. Laten we ze uitproberen. Ja! 1, 2, 3, gooien! Wauw! De mijne gaat het snelst. Woehoe! Wat? Wat is daarmee gebeurd? Ik heb geen idee. Ik heb hem hier op mijn kamer gelegd toen we thuis kwamen. Ik kan niet bij de burgemeester aankomen met een hoed zonder veren. Maar je moet gaan, Omi. Je hebt je oude hoed toch nog? Oh, je had echt gelijk, hoor. Vergeleken met deze nieuwe is die versleten. Zullen we nog even langs de winkel gaan?
geen tijd. En weet je, ik vond er verder geen één zo mooi als die ik gekocht heb. En je had er nog wel zo naar uitgekeken. Laten we het maar vergeten, lieverd. 1, 2, 3, gooien! Beetje zachter. Waarom dan, opa? Omi is verdrietig. Maar toen ze ging winkelen, was er toch niks aan de hand? Maar als ik oma moet geloven, is dat nu echt wel anders. Omi? Dag, lieverd. Gaat het wel? Ja, dank je, Sue. Moet je je niet omkleden voor het feestje? Nou, ik ga niet. Waarom niet? Omi is erg van streek, Sue. Ik wilde dus graag mijn nieuwe hoed op, maar ik moet je zien. Hiermee ga ik niet. Oh, nee! Opa! Opa! Oh, Sue! Ik heb iets vreselijks gedaan. Wat is er dan, jongen? Ik heb de veren van Omi de nieuwe hoed geplukt. Voor onze vliegtuigen. Het was per ongeluk. Ik dacht dat dat haar oude was. Die had ze niet meer nodig, zei ze. Ik wist niet dat dit haar nieuwe was. Er zitten gelukkig nog wel een paar veertjes op. Maar niet genoeg. En met deze hoed gaat Omi vanavond echt niet naar de burgemeester. Oh nee. En daar heeft ze toch zo naar uitgekeken. Omi moet gaan, opa. Ze moet er absoluut naartoe. Maar weet je, waarom maken we geen nieuwe hoed? Dan met veren en met bloemen. Bloemen? Natuurlijk, ze zijn mooi en er is keus genoeg. Rood, wit en roze. Pas het bij elkaar, Elsie. Prima, Sue. Bedankt, Pok. Pas op met die rozen, Sue. Die kunnen prikken. Neem nog zo'n madeliefje. Goed idee, Zack. En nog een paar lilies. Voor aan de rand. Die ruiken echt heerlijk. Hoe vind je hem zo, opa? Schitterend. Misschien een grote lelie bovenop. Dit wordt echt de mooiste hoed van de hele wereld. Wauw. Ja, wat je je moet. Omi, Sue wil je iets vertellen. Wat, lieverd? Ik heb de veren van je hoed gepakt. Jij? Waarom? Het was een vergissing. Ik dacht dat je hem niet meer hoefde. Dus ik heb er vliegtuigjes van gemaakt. Het was netjes geweest als je dat eerst gevraagd had, Sue. Het spijt me echt, Omi. Sue heeft een nieuwe gemaakt. Hopelijk vind je hem mooi. Oh, maar die is prachtig. Oh, echt 100 keer mooier dan die ik vanochtend heb gekocht. Oh, zo kan ik wel naar de burgemeester. Oh, dank je, Sue. Zij hebben me geholpen. Oh, bedankt, Elsie en Zack. Oh, jullie hebben me echt reuze blij gemaakt. Veel plezier, Omi. Oh, vast. Tot vanavond.
Dag! Ze ziet er prachtig uit. Schitterend. Oogverblindend. Als een filmster. En ze rookt ook nog lekker. Zoo, de uitvinder. En deze fantastische uitvinding gebruiken we nog altijd in ons dagelijks leven. Dat was het weer voor vandaag. Maar volgende zag je dat, zijn we weer met een heel andere uitvinding. Graag tot ziens. Dat is het. Steek onderdeel C in gat Q. Maar waar is Q? Oh, zou dit het zijn? Hoi allemaal, raad eens. Als ik later groot ben, word ik uitvinder. En dan ga ik allerlei dingen uitvinden. Om mensen te helpen. Oh, wat een briljant idee, Zoe. Stel je voor, zeg. Een uitvinder in de familie. En ik heb nu al allemaal ideeën. Het enige is alleen, misschien kan iemand me een beetje helpen. Sorry, lieverd. Papa en ik kunnen niet helpen. We zijn dit theewagentje in elkaar aan het zetten. Wat dacht je, Zoe? Zal ik je komen helpen? Maar jij zou mij toch helpen, dacht ik? Met de kersenvlaai. Oh, ja, dat is waar, maar Zoe heeft absoluut mijn technisch advies nodig. Dat bedoel je toch, Zoe? Ja, opa. In dat geval, vooruit dan maar. Maar straks wel komen thee drinken, dan is de taart nog warm. Oh, geen zorgen. Dan zijn we wel terug. Kijk, opa. Een vliegtuig zonder motor. Die vliegt op de wind. Als een vogel. Dat is tegen de luchtvervuiling. Oh, maar dat is een super uitvinding, Zoe. Maar één klein dingetje. Deze uitvinding is al uitgevonden. Dat heet een zweefvliegtuig en inderdaad, die zweeft als een vogel. Oh. Doe niet opgeven, Zoe. Uitvinders zoeken eindeloos naar een goed idee. Jij zult ook wel iets bedenken. Hallo, mannen. Huh? Ik heb bij meneer Zoe een plant gekocht. Hebben jullie misschien een potje om hem in te planten? Oh, die heb ik vast wel ergens. Goed eens kijken. als ik aan mijn kant tenminste. Je hebt geluk, Omi. Hier, alsjeblieft. Oh, dank je. Graag gedaan, Omi. Kleine moeite. Och, fijn dat je hier was. Ik had zelf echt nooit bij die plank gekund. Opa, wat zijn dit voor veren? Die zaten ooit onder een bed. Mag ik ze lenen? Natuurlijk, jongen. Ik hoopte al dat ze ooit van pas zouden komen. En dat moment is nu. Bedankt, opa. Ja, dat gaat werken. Moet ik alleen nog één ding? Ik ben zo terug. Niet weggaan, opa. Oh, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig om te zien wat je hebt uitgevonden, hoor, Zoe. Maar dat zijn toch de sloffen van Omi, Zoe? Dat klopt. Ze moeten wel lekker zitten. Nou, opa, wat vind je van mijn uitvinding? Het is heel erg goed uitgevonden. Dit soort sloffen heb ik nog nooit gezien. Goed, hè? Het zijn ook geen gewone sloffen meer. Bedankt, Pok. Kom mee. Oh, binnen. Tadaa. Kijk, Omi. Ik heb deze speciaal voor jou uitgevonden. Met deze aan je voeten kun je zo hoog springen dat je alles kunt pakken, ook van de hoogste planken. Vind je ze niet geweldig? En met deze aan kun je supersnel naar meneer Zoe rennen. Ik noem mijn uitvinding stuitersloffen. Och, knul. Wat slim bedacht. Zo'n uitvinding verdient een kus.
Ja, wij uitvinders bedenken echt van alles. Je gaat ze toch wel uitproberen? Misschien strakjes, Sue. Och, wat zorg jij toch goed voor je oude Omi. Goed, ik zal ze goed bewaren. En als ik dan een keer wil stuiteren, dan heb ik zo mijn eigen stuiterslippers. Fijn dat je er blij mee bent. Kom mee, Pok. Gaan we wat anders uitvinden. Nou! Misschien kunnen we daar iets voor uitvinden. Dat is het! Opa, mag ik je boek misschien even lenen? Ja, natuurlijk, Sue. Alsjeblieft. Zo, een auto-omslagboek. Wacht even, opa. Je moet hem wel aanzetten. Oh. Speciaal voor jou uitgevonden, opa. Hoe vind je hem? Dit is echt reuze handig, Sue. De blaadjes gingen wel erg snel, maar het is toch een super uitvinding. Ik ga leren snel lezen. Oh, wat fijn dat je er blij mee bent, opa. Ik ga kijken wie ik nog meer kan helpen. Tot later. Ah. Pap, je zou toch met mama die theewagen in elkaar zetten? Nou, dat was ook de bedoeling. Is het moeilijk? Ik wil je wel helpen, hoor. Oh, dat is lief, Sue, maar dat heeft echt geen zin. De wielen zaten niet in het bouwpakket. Oh. Wacht eens, pap. Ik kan je wel helpen. Haal hem nog niet uit elkaar. Ik ben echt zo weer terug. Oh. Opa, snel. Ik heb weer wat uitgevonden. Maar je moet me wel helpen. Geen probleem. Goed. Wat heb je bedacht, Sue? Pap moet toch dat theewagentje in elkaar zetten? Dat bouwpakket? Ja? Nou, er zitten geen wielen bij. Die hebben ze niet in de doos gestopt. Oh ja, dat is een beetje onhandig bij een theewagen. Maar dan vinden wij ze toch uit? Je wilt er nu dus wielen onder zetten, bedoel je? Ja, maar dat is nog niet alles, opa. Oh, wat nog meer dan? Ja. Goed, dit zijn de winkelwagenwielen. En dit is van mijn skelter, zie je? Daar kunnen we toch iets mee maken? Wat vind je ervan, opa? Ziet er goed uit. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien. Kom mee, aan de slag. Oh, mooi. Eindelijk hulp. Dank je, lieverd. Daar komen we voor, oma. Jullie twee, stop maar hoor. Wij fixen dat wel even. Jullie boeven willen ons toch niet weg hebben om alle taart alleen op te eten? Oma, net alsof we willen jullie helpen. Nou, graag, Sue. Ik ga even lekker zitten. Nooit gedacht deze nog eens te gebruiken. Maar je weet maar nooit wanneer iets nog van pas komt. Goed, deze doen we dan hier. Hier lijkt me veel beter hoor, opa. Oh ja, je hebt gelijk. Hier dus. Kan dat uitvinden misschien wat sneller? De taart wordt helemaal koud. We komen eraan, oma. Het is bijna klaar. Wauw. Oh, Sue. Kijk, nou toch. De thee is klaar. Hier gebracht door mijn topuitvinding... de afstandsbestuurbare theewagen. Wat een fantastische uitvinding, Sue.
Nu hoef ik niet meer terug naar de winkel. Want wat ze daar verkopen, is niet half zo goed als deze. Wil je een kopje thee, oma? Oh, dank je, Zoe. Mijn kleine lievelingsuitvindertje. Wil je nog een stukje fly, mam? Hoe raad je het zo? Wat ben je toch een slimmerd. Zo'n theewarentje was nou net wat ik nodig had. Goed gedaan, hoor, Zoe. Het was me nooit gelukt zonder opa en Pok. Wie wil er nog een kopje thee? Ik!